Hij spreekt 19 talen, hij herkent gezichten en kleuren. En binnenkort vervangt hij misschien wel volledig de leerkracht voor de klas. Ja, dat is niemand minder dan de NAO. En we gaan praten met Erik Zagwijn van Pabo de Kempel en Helen Schouten van Basisschool De Stroom. Welkom aan tafel met jullie vriendje. Ja, waarom doen jullie dit op de Pabo? Waarom brengen jullie een robot in? Leerkrachten geven les aan echte kinderen op echte scholen. En die kinderen leven in de echte wereld, waar ook allerlei techniek van de toekomst een plaats heeft. Wij willen onze studenten voorbereiden op die toekomst. Leren lesgeven met materialen die er misschien nog niet zijn, met technieken die er aankomen en die straks gebruikt gaan worden in de gewone wereld. Maar associëren kinderen dit met techniek of met een toy, met een speeltje? Kinderen associëren het met leren. Je zei nee. Ik geef je een herkansing. Ja! Over wat ik allemaal kan in een klas lokaal? Ja! Kinderen reageren op deze robot op een hele positieve manier, luisteren ernaar, stellen de vragen aan. Maar je zei leren, wat kan hij dan allemaal? Hij kan tekst verstaan, hij kan beelden herkennen, hij kan vragen stellen. Maar het is een complete computer die erin zit, een complete pc. We kunnen hem verbinden met iPads, hij kan werkbladen controleren. Eigenlijk wat we hem leren, wat wij erin stoppen aan programmatuur, dat kan hij. Helen, jij geeft les op een basisschool, ICT-lessen. Wat kan hij beter dan jij? Niet zozeer dat hij iets beter kan dan dat wij dat kunnen. Want ik denk dat de leerkracht nooit zal verdwijnen. Maar er komt een veranderende rol. Het is zo dat er in het onderwijs vooral kennisoverdracht is. Hè? Dus de leerkracht staat voor de klas en die geeft les. En dan blijkt dat heel veel informatie na een aantal uur verdwenen is. Okay, wat is de interactie van de kinderen met NAO? Stel bijvoorbeeld kinderen die krijgen een provincievlag uitgedeeld. Zelf moeten ze eerst gaan uitzoeken van welke provincie deze vlag is. Vervolgens moeten ze in de bosatlas de kaart erbij zoeken. Dan gaan ze naar NAO en ze laten NAO controleren of dat ze de juiste provincie erbij hebben gekozen. Hele slimme kinderen laten NAO binnenkort gewoon alles doen, denk ik. Dat ligt eraan in hoeverre NAO daar antwoord op heeft. Ja, er is een grens. Hij is natuurlijk geprogrammeerd. Ja. En het is afhankelijk van de kennis die je er natuurlijk instopt, wat er uitkomt. Realiseren kinderen zich dat die kennis niet oneindig is, niet onuitputtelijk verlopen? Nee, ik geloof op dat moment niet. Ze gaan vol vertrouwen, ja, is dit absoluut hun bron van kennis? Ja. Wat was de eerste reactie van de kinderen toen ze NAO zagen? Is het een jongen of een meisje? Oh god, ik heb nog niet gekeken. Ik ging er meteen vanuit dat het een man was. Ja, nee. Een vriendje. Ben je niet bang dat je je baan kwijtraakt door NAO? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Nee, want NAO moet sowieso geprogrammeerd worden. Wat wij daarin stoppen of wat zij daarin stoppen, dat is wat hij kan. En dat is waar hij op reageert. En ik denk wel dat wij een veranderende rol krijgen binnen het onderwijs. Maar de leerkracht blijft altijd belangrijk. Toch is het mij nog niet helemaal duidelijk nou precies de toegevoegde waarde is om dat in zo'n vorm te gieten, die techniek. Ja, nou, daar is wel veel over bekend en onze ervaringen zijn daar ook heel duidelijk in. Het is geen mens en het is geen apparaat, het is iets ertussenin. Kinderen associëren het met dingen die je ook met een mens kunt doen. Ermee praten, er een vriendschap mee onderhouden, het kan bewegen. En dat opent de weg dan naar techniek? Het opent de weg naar leren. Dus de techniek is een middel om te leren. Het kost een hoop geld. Wie financiert dit? Dit project financieren wij als hogeschool zelf. Waar haal je dat vandaan? Dat komt uit onze begrotingsgelden. Een van onze doelstellingen is om proactief te zijn in onderwijsvernieuwing. En dat wil zeggen dat we willen laten zien dat nieuwe ontwikkelingen, dat wij daar leerkrachten op voor kunnen bereiden. Nu is het deze robot. Over 5, over 10, over 15 jaar komt er wellicht iets anders. Maar wat je moet kunnen aan creativiteit, aan ondernemingslust, dat zal niet anders zijn. En dat willen we heel graag zichtbaar maken in dit project. En dat is ons wat waard. Ik ga nog een diepte interview met NAO aan, maar ik bedank jullie voor dit gesprek. Heel veel succes ermee. Dankjewel. Dankjewel.